Libel 1 is een vrijstaande woning. We zijn vandaag in de jongste wijk van Epe, de Klaarbeek. Het is een mooi opgezette wijk, heel wijds gebouwd, veel groenvoorzieningen. Hierachter zie je een hele grote speeltuin die gemaakt is en ze hebben zelfs in deze wijk een ijsbaan. En wat hebben we hier vandaag? We hebben hier Libel 1, dat is een vrijstaande woning. Er is een heel mooi straatje waar allemaal vrijstaande woningen aan staan. En de Libel 1 is gebouwd in 2017. Die woning is gelegen op bijna 450 vierkante meter grond. Het heeft een woonoppervlakte van 155 vierkante meter. Natuurlijk optimaal geïsoleerd. Energielabel A. En het heeft nog 8 zonnecollectoren op het dak. Ja, wat ook heel mooi ligt, de woning ligt gewoon heel rustig. Het ligt hier aan de Klaarbeek. Die wijk heet ook de Klaarbeek. En dit is de Klaarbeek. De Klaarbeek is een spreng die uit het bos komt. En hier loopt gewoon natuurlijk water in richting de IJssel. Vandaar die naam de Klaarbeek. En deze woning ligt aan de Klaarbeek. Letterlijk. De groene tuin zit grens aan een groenstrook, die ligt aan de Klaarbeek. Ja, nu zie je het huis heel goed. In de zomer is die groenstrook die groeit helemaal dicht en dan zit je gewoon helemaal vrij in je tuin. Ja, ligt mooi. Mooi huis. Nou, we lopen nu naar de woning toe. Heb je gelijk hier een beetje zicht op de tuin. Op het zuiden, als de zon schijnt, en dat doet hij vandaag gelukkig in januari, dan heb je gewoon heel mooi licht in de woning. En in de zomer heb je mooi licht in de tuin natuurlijk. Loop hier de oprit op. Ze hebben 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. Nou, in de buurt is voldoende parkeerplaats. Grote oprit, royaal bestraat. En dan gaan we naar binnen. Je bent vast benieuwd hoe het er binnen uitziet. Laat ik u graag zien. We komen binnen in de hal. Mooie lichte hal, eiken vloer. Ik doe mijn jas uit, want dit is natuurlijk een vrij nieuw huis. Behagelijk huis. Volledig geïsoleerd. Energielabel A. We hebben de jas binnen niet nodig. Hier in de hal heb je verder nog toilet. Modern toilet. Laat ik bij een bezichtiging zien. En dan komen we hier lopen naar de woonkamer. Wat gelijk opvalt in deze woonkamer is het enorme licht. Je hebt veel ramen, maar het ligt goed op de zon. Want de zon komt daar op 's morgens aan de voorkant. Hier aan de zijkant heb je 's middags en 's avonds gaat hij onder. Dus als die schijnt, heb je altijd licht door de zon in het huis. Ja, mooie kamer, L-vormige woonkamer. Opensluitende deuren aan de zijkant naar het terras. Achterkant naar het terras. Eiken vloer erin. Hoge plafonds. Strakke afwerking, ja, mooi ruimte. Ja, de keuken is voorzien van een 4-pits gasfornuis, een oven, afzuigkap, een vaatwasser. Koelkast zit erin en hieronder zit dan een diepvries. En op het eiland heb je nog wat extra kastjes en die kun je mooi aanzitten. Dit is een retro keuken, Piet Zwart keuken. Dit is een bepaald type, zoek ze maar op Google. Echt helemaal in retro stijl. Leuke keuken. En die verder, hier aan deze deur, zit nog een bijkeuken. Gewoon heel praktisch. Extra bergruimte, aardig blok en hier hebben ze de wasmachine droog staan. Ideale ruimte. Komen we op de eerste verdieping. Ja, op de verdieping heb je 4 slaapkamers en de badkamer en nog eens extra berging. Op de eerste verdieping, ook weer mooi die houten eiken vloer, dan heb je 2 grote slaapkamers. Ja, hier aan de voorkant van de woning heb je een hele mooie grote slaapkamer. Veel licht, veel ramen en dan heb je een mooi zicht op de groene wijk hier omheen. Nou, loop even naar de achterkant van de woning. Hier heb je de andere grote slaapkamer, ook een hele grote slaapkamer. Ja, ook weer een hele mooie kamer gewoon. Ja, achter die wand zit een hele mooie kledingruimte. Ideaal toch? Nou, we hebben nog 1 ruimte op de eerste verdieping, dat is de badkamer. Mooie complete badkamer met lichtbad, wastafelmeubel, toilet en inloopdouche. En ook weer veel licht, betegeld tot bovenaan. Gewoon een praktische mooie ruimte. Op de tweede verdieping. Ja, het is echt een heel mooi trappenhuis zit hierin. Vooral als je hier naar beneden kijkt. Dan komt de tweede verdieping. Ook het mooie is van deze verdieping is dat je weer een betonvloer hebt. Vaak zie je op de tweede verdieping houten vloer, maar hier heb je ook weer betonvloer met daaroverheen een massieve eiken vloer. En op deze verdieping heb je ook weer 2 goede slaapkamers. Lopen hier eens naar de achterkant. Ze hebben hier 2 kinderkamers. Mooie grote kamer. Met dakraam, veel bergruimte achter knieschotten. Maar hier zou ook prima nog een 2-persoons bed kunnen staan. Ja, ook weer een hele mooie frisse ruimte. Dan lopen we hier naar de andere kant. Dan heb je hier de tweede kinderslaapkamer in dit geval. Voorzien van 2 dakramen. Ook weer berging achter de knieschotten.
Je kunt natuurlijk heel veel spullen kwijt. Ja, en ook weer veel licht. Het hele huis kenmerkt zich door de grote ramen, veel licht. Lopen we terug naar de overloop, hebben we hier nog een hele grote berging, extra ruimte. En als je niet genoeg ruimte hebt, hebben we hier nog een zolder. Dus dit is al de tweede verdieping. En hierboven heb je nog een hele grote zolder die te bereiken is met de vliezentrap. En dan heb je een berging over de gehele woning. Ja, een heel ruim, praktische woning. Gaan we nu naar buiten. Ja, hier aan de zijkant van de woning heb je een mooie veranda. En die zit, wat ik straks al zei, pal op het zuiden. Grenzen aan de groenstrook. En dan heb je een mooie tuin. Hier hebben ze nog een trampoline in. En dan loop je zo naar achter. Ja, hier heb je wel volledige privacy. Vooral in de zomer als alles mooi dichtgegroeid is. Ja, hier aan de achterzijde van de woning heb je een tweede terras. Dit is het terras op het westen. Hier gaat de zon onder. Dus de avondzon, dan zit je hier gewoon heerlijk. Ja, hiernaast heb je nog een grote berging. Ook weer een stukje overkapping daarnaast. Mooi bestraat. Ziet er keurig en verzorgd uit. Ja, het is gewoon een hartstikke leuke woning. Zeker een hele leuke gezinswoning in een hele kindvriendelijke wijk. Bent u nu benieuwd? Wilt u de woning graag bezichtigen? Bel ons kantoor, dan leiden we u graag rond. En u kunt alle informatie vinden op Funda natuurlijk, op onze eigen site, maar ook op libel1.nl. En dan zien we u graag in deze mooie woning.